Bij een brand aan de Rietwaai in Rottevallen hebben omstanders zondagavond tientallen duiven weten te bevrijden uit een brandende schuur. De brand ontstond even na 11:30. De schuur werd door de eigenaar gebruikt als duivenhok. De brandweer uit Drachten werd gealarmeerd en kwam met 2 tankauto's spuiten ter plaatse. De Vlammenzee kon al vrij snel worden bedwongen met de inzet van 17 blusschuim. Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen. De schuur kan als verloren worden beschouwd en voor de geredde duiven is elders onderdak geregeld.